Ja, ik moet het er toch nog even over hebben. En? Ja, ik was laatst in Oostenrijk op vakantie. Ja. En toen heb ik een tuin onderhouden, dames en heren. Ja, goed, hè? En, ja, geweldig. En de herfstaster heeft er mij op 2 meter diep gegraven. Ja. 2 meter diep. Ze wel niet bevroren, Jos. Ze zijn niet bevroren. Ik heb wel de ganse tuin afgezocht, rustig die begraven heb. Rustig, die komen. Die hebben even tijd. Ja, die komen. Op 2 meter diep, die komen niet meer op 2 meter diep. Je begint net. Voor 6 jaar misschien, ja. Dan kun je misschien gaan boven. Nee, dat is me gewoon die herfstaster. Al die structies, wat ik station aan de wijntribune ga, heb ze mij naar de kloten geholpen om ze 2 meter diep te begraven. Weet ze ook, Jos, dat dan nemen ze verwacht. Ik lig daarvan wakker. Wat? Nu hebben we weer gebeld. Van wie de herfstaster. Nee, wie zit er met de bestseller? Och, toch niet. Wie zit er met de bestseller? Ja, dames en heren, het is lente. En in de lente moet natuurlijk weer een nieuwe bestseller. Jos, ik vroeg je gewoon toen zijn dingen na. Een ribbetje. Ribbetje. Weet zeker het verschil tussen een kanarie en een rolmops? Kanarie en een rolmops. Nee. En de kanarie is geel en de rolmops kan niet fietsen. Kijk, toen met de nu gedaan en zwakker. Ja, kan een kanarie fietsen dan? Nee, nu niet meer. Oh. Dat moet ik nog vertellen, dat is wat er echt gebeurd is. Ja. Vorige week is een hele fanatieke Jehova gestorven. Nee. Dat was zo fanatiek, bij het sleten van de kist zat er nog met zijn voet tussen de deksel. Ha! Heb ze het gewaar van de bakker in de turp? Liggend ziekenhuis. Aangevallen door een tijgerbroer. Ja, dat is gevaarlijk hier. Ja. Werd ze ook dat getrouwde vrouwen verplicht zijn om iedere dag te koken voor hun man? Ja, want in het verdrag van Genève staat dat iedere gevangen recht heeft op 1 warme maaltijd per dag. Gang dat maar eens uitleggen, toets. Een ruitseltje, daar moesten we gaan nadenken. Hè. Ja. Het is 5 meter lang, 2 meter breed en als het begint te regenen, zit het binnen 2 minuten vol. De schafkeert van de gemeentewerkers. Nou ja. Jos, werd zich waarom dat de verschillende vogel in de herfst naar het zuiden vliegen? Dat zou wel warmer zijn. Nee, omdat lopen te wiet is. Die moeten een herfst. We hebben nog geen wet. En dan heb ik nu een ding gezegd, weet dat? Ja. Wij de stampot niet eert, is de rookworst niet weert. Dat is een nadenkertje naar Jos. Nou, dat worden ze weer voor deze week, dames en heren. Dit was weer de bestseller. Ik heb ooit een keer goed verweten nemen, ja. Jos, ga je ze nog graven? Of wacht ze tot ze boven komen? Ja, ik moet die herfst toch nog gaan zoeken, of niet? Ja, je moet nog gaan zoeken, ja. Doe het best. Best bedankt weer.